De simulator heb ik zelf ontwikkeld. Nu 4 jaar actief met deze machines om professionele race, rally en rallycross trainingen te geven. Dat wil zeggen dat we de hardware en de software ontwikkelen en of aanpassen. Waarbij we dus echt de diepte ingaan met de data van de realiteit die we implementeren in de machine. Om ook de realiteit en de simulatie optimaal op elkaar in te kunnen spelen. Dus mensen rijden in het echt op een circuit of in de rallysport. Met de data wordt dezelfde auto neergezet en pakken het daarop met de trainingen. Het zij rijtechniek, het zij afstelling van de auto, pace notes. En daarna gaan ze met wat ze geleerd hebben op de simulator weer in de realiteit rijden. En dat nu al 4 jaar op een mega hoog niveau en dat is geweldig. Kijk, het is iets anders dan zo'n evenement. Dan zet je een auto neer die voor iedereen goed moet rijden. Dat is eigenlijk onmogelijk. De ene vindt hem super rijden, de andere vindt hem wat onderstuurd, overstuurd. Dat is ook maar net wat je gewend bent. Maar je kunt moeilijk een half uur met iedere deelnemer die auto afstellen. Als dat wel zou zijn, dan zou je een veel closere competitie krijgen natuurlijk. Maar het is leuk dat zelfs mensen boven de 70 vol gas over zo'n proef gaan en echt weten waar ze rijden. Nou, IPA was het plan, alleen de datum is nu verzet. En dat valt samen met een WK Rallycross event, dus dat is jammer. Kijk, ik kan heel realistisch gezien geen wereldkampioen rally worden. Daar komt iets te veel budget en andere zaken bij kijken. Ik weet zeker dat ik met de juiste mensen die ik nu heb, zonder politiek, een kans maak in het WK Rallycross. En hopelijk kan ik die kans creëren voor volgend jaar om de auto die ik ken, met de mensen om me heen die allemaal dezelfde kant op staan, een gooi gaan doen voor het wereldkampioenschap volgend jaar.